Meneer de minister, de kersverse president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, wilde blanke boeren in zijn land zonder compensaties onteigenen. Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft daartoe eergisteren met steun van de regeringspartij ANC een motie goedgekeurd. Een motie van Julius Malema, een marxistisch oppositielid. Diezelfde Malema die in 2016 de uitspraak deed dat hij niet opriep tot het slachten van blanke mensen, voorlopig althans. Het parlement gaf daarmee opdracht eergisteren aan een commissie om een grondwetsherziening te voorzien, zodat dat bestelen van blanke boeren wel degelijk mogelijk wordt. In het Zimbabwe van Mugabe is dat ook gebeurd. Van de graanschuur van Afrika evolueerde dat land naar een chaotisch gebied vol hongersnood. En net zoals het buurland Zimbabwe zal ook in Zuid-Afrika het gevolg zijn dat dat leidt tot geweld tegenover die blanke boeren. Extra geweld in het geval van Zuid-Afrika, want sinds Zuid-Afrika een multicultureel paradijs werd, wordt die Afrikaner boerengemeenschap heel vaak geconfronteerd met geweldmisdaden. Bijna dagelijks gebeuren er gewelddadige zogenaamde plaasmoorden en de gruwel daarbij kent geen grenzen. De slachtoffers worden vaak zo lang mogelijk in leven gehouden om ze zo lang mogelijk te kunnen folteren. Er zijn zelfs gevallen bekend waar baby's in krantenpapier werden gewikkeld en in brand gestoken. Meneer de minister, ik heb u al regelmatig over die plaasaanvallen en over die plaasmoorden geïnterpelleerd. Daar wordt in de media uiteraard niet over bericht, omdat dat niet past in het multiculturele plaatje. Maar dat mag mij er niet van beletten om mij van u vandaag het standpunt te vragen van de regering in zaken die zorgwekkende ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Deelt u mijn bezorgdheden en zo ja, gaat u de Zuid-Afrikaanse regering daarop aanspreken? En heeft het gevolgen voor de samenwerking met Zuid-Afrika als zij hun plannen van die georganiseerde diefstal van landbouwgronden effectief gaan doorzetten? Het is juist. Er was een beslissing van het ANC-congres om naar landonteigening te gaan zonder compensatie. En dus daarna, het was ook mogelijk om in het parlement naar zo'n oriëntatie te gaan, nu in een commissie voor de grondwetsherziening. Wij zullen zeer aandachtig zijn voor een correcte toepassing van alle internationale engagementen van Zuid-Afrika in dat verband. Meneer de minister, Interpol heeft eerder al het landbouwerschap in Zuid-Afrika het gevaarlijkste beroep ter wereld genoemd. En nu zien we dat massale onteigeningen en eigenlijk een nieuwe apartheid de afschuwelijke vooruitzichten in Zuid-Afrika zijn. U zegt mijn bekommernis te delen, u zegt aandachtig te zijn, maar concreet doet u er niks aan om die Afrikaner boerengemeenschap te beschermen tegen staatsterreur. Deze regering kan nochtans echt druk uitoefenen op Zuid-Afrika. Het is een belangrijke handelspartner, het is een partner in ontwikkelingssamenwerking. En als ik op de website van Buitenlandse Zaken lees, staat daar dat Zuid-Afrika voor België een belangrijke partner is waarmee constructief wordt samengewerkt in het zoeken naar vrede, veiligheid en democratie in heel Afrika. Nu, u zou er bij die Zuid-Afrikaanse regering op moeten aandringen dat die vrede en die veiligheid niet alleen belangrijk zijn in de hun omringende landen, maar eerst en vooral in hun eigen land zelf.